bijna 3 jaar van coronamiserie, kunnen we toch wel zeggen. Kunnen we deze zomer misschien terug op vakantie gaan? Vandaar dat onze reisexperte Anne komen bijzitten is. Anne, vertel eens, corona, mogen we dat helemaal vergeten als we naar het buitenland gaan? Of toch nog even opletten? Nee, jammer genoeg niet, Simon. Je moet inlichting inwinnen over welke documenten je nodig hebt om een land binnen te raken. Mm-hmm. En je moet ook inlichtingen inwinnen over de maatregelen die ter plaatse nog kunnen gelden. Dat kan je doen door te kijken op de websites van de ambassade van het land waar je heen wilt, op Reopen Europe, mm-hmm, of op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Daarnaast moet je ook ervoor zorgen dat je COVID-Safe-app up-to-date is en print het ook uit, zodanig dat je in geval van problemen daar altijd kan op terugvallen. Ja, daar moet ik zeker aan denken voor als mijn batterij nog een keer plat is. Absoluut. Je hebt ook mensen die zich de vraag stellen, ja, als ik een annulatieverzekering neem, ben ik dan beschermd voor 1. Als ik zelf COVID krijg, of 2. Als er ter plaatse maatregelen zouden gelden door corona, waardoor mijn reis toch niet hetzelfde is? Ja, de ene verzekering is de andere niet. Dus een annulatieverzekering kan nuttig zijn in geval van ziekte bijvoorbeeld, COVID of een andere ziekte. Ja. Maar zal niet altijd al die andere gevallen dekken. Maar je moet dus goed nagaan wat gedekt is en wat niet. En je moet er ook rekening mee houden dat er maximumbedragen zijn, dus dat je niet altijd alles zal terugkrijgen. Oké. Je hebt heel wat mensen die een pakketreis boeken. Dat is een vliegvakantie met een hotel en zo erbij. Maar heel wat mensen boeken ook individueel een hotel bijvoorbeeld. En dan kan je 2 dingen doen. Je hebt de website van het hotel of je hebt een site zoals Booking of een andere aanbieder. Wat is eigenlijk het beste om te doen? Rechtstreeks via het hotel of via het platform gaan? Wel, daar kan je geen eenduidig antwoord op geven. Je moet eigenlijk beide doen. Dus kijk zeker op het platform, want daar zullen misschien promoties zijn en dergelijke meer. Maar contacteer ook altijd het hotel zelf, want zij kunnen soms onder de prijs gaan van het boekingplatform. Ja, want dat hangt er een beetje vanaf. Die platformen moeten ook een deel krijgen natuurlijk en daarom inderdaad, kan het soms nuttig zijn om bij het hotel... Het kan nuttig zijn, dus vergelijken is de boodschap. Vergelijken. Misschien nog één ding. Als ik ter plaatse wil betalen, doe ik dat dan best met mijn creditkaart of met mijn gewone bankkaart? Wel, 1 grote tip. Betalen is met de kredietkaart, geld afhalen is met de debetkaart. Okay. Verder moet je rekening mee houden buiten de eurozone, dat je als je de keuze krijgt om te betalen in de lokale munt, dat je dat best ook altijd doet. Want mm-hmm, vaak zal dat interessanter zijn, dat geldt ook voor afhalingen. Mm-hmm. Daarnaast kan je opteren als je vaak op reis gaat voor een rekening bij een neobank, zoals Revolut, N26 of Bunk, want daar zijn wel interessante voorwaarden soms. En als je verre reizen maakt, moet je bij je bank contact opnemen om na te gaan of je betaalkaarten wel zullen werken op je bestemming. Met al deze tips kunnen we zorgeloos op vakantie vertrekken. Natuurlijk is het zo dat er altijd wel problemen kunnen opduiken. In zo'n geval aarzel dan vooral niet om testaankoop te bellen op het nummer 0800 29 510.